Een van de rijkdommen van Suriname is het bauxiet, de grondstof voor de aluminiumfabrikage. Het kan in open mijnen vrij gemakkelijk worden gewonnen. Nu en dan wordt er een gat geboord voor een springlading. Wie met zijn voeten handig is, hoeft er niet eens bij te bukken. Wat dynamiet zorgt dan voor een kleine ontploffing. En dan gaat de afgraving verder. Bauxiet wordt in Amerika en in Frankrijk in veel belangrijkere hoeveelheden gevonden. Niet echter in zo'n goede kwaliteit als hier. Het erts wordt naar de wasserij gebracht om gereinigd te worden. Het is voor het overgrote deel bestemd voor de Verenigde Staten, die 60% van het door hen benodigde bauxiet uit Suriname betrekken. In de wasinrichting wordt het met waterkanonnen bestookt om het te ontdoen van klei en zand. De grotere brokken worden in deze machine gebroken. De vochtige massa moet nog worden gedroogd eer ze kan worden verscheept. Hiertoe wordt het erts naar een andere plaats vervoerd. Het drogen geschiet in enorme roterende trommels. De bauxietwinning in Suriname is van grote betekenis geweest voor de geallieerde oorlogsindustrie. Voor de vredesproductie zal het minder belangrijk zijn.